Zaterdag 19 december 2015. We zijn dit keer niet bij een Hoekstraatse derby, maar we zijn in Klaaswaal, waar de dames van SSS het opnemen tegen tienvoudig landskampioen in het vrouwenamateurvoetbal Seestum. We wensen u veel kijkplezier. Bij me staat de aanvoerder van SSS Dames 1, Janine van Dalen. Janine, hoe heb jij naar deze wedstrijd toegeleefd? Spannende wedstrijd. We spelen klasse hoger. We draaien de laatste tijd niet zo heel goed. We hebben hard getraind. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is ook niet zomaar een ploegje, hè? Nee, het is niet zomaar een ploegje. Nee. En jullie hadden er bijna in dezelfde afdeling gespeeld in de topklasse, toch? Ja, dat klopt. Vorig seizoen hebben we een goed seizoen gedraaid. Dit seizoen is wat minder. Waar het aan ligt, dat moeten we nog maar zien. Doelpunten scoren doen jullie wel? Ja, dat gaat goed. Ja, we krijgen er ook genoeg tegen. En hebben jullie een tactiek voor vandaag? Speciaal dat die tegengoals niet komen? We gaan anders spelen. We gaan 4-4-2 spelen. We hopen het wat achterin wat dicht te houden. En wel te scoren. Schot voor open doel. Wat denk je? Winnen, verliezen? Ja, winnen. Wat gok je? 3-2. Ik wens je veel succes. Hallo? Hey. Linda Kruithof, momenteel topscorer. Ja, klopt. Hoeveel heb je er al in liggen? 12. En dat is de competitie. Hoeveel heb je er in de beker gescoord? Nou, eerlijk gezegd, in de beker. Ik denk dat ik heb 3-4 gescoord in de beker. Dus, maar de competitie is belangrijk. Dus ik denk dan het leukste om eerst te worden, hè, in de competitie. Dus. Leef jij voor een wedstrijd als vandaag? Leef jij dan op een andere manier naar een wedstrijd? Nee, eigenlijk hetzelfde. Elke wedstrijd is eigenlijk belangrijk. Ik wil altijd de 3 punten pakken. Dus ja, ik vind elke wedstrijd belangrijk. Maakt niet uit of het beker is, competitie is. Dat maakt me helemaal niks uit. 3 punten is het belangrijkste. Scoor jij vandaag de winnende? Nou, het zou wel leuk zijn, maar het maakt me niet uit wie hem scoort. Als we winnen en wordt gescoord, dat is gewoon goed. Het is feest met iedereen, je doet met z'n allen. Dus. Hoe voelt het om tegen een club te spelen als Seestum? Die zijn 10 keer landskampioen geworden, ja. Vorig jaar de laatste keer. Hoe voelt dat voor je? Nou, toch een beetje spanning. Spanning krijg je natuurlijk erbij. Maar we knallen gewoon met z'n allen erin en we maken het beste ervan. En hopen 3 punten dat we hier in Klaaswaal houden. En het maakt me niet uit of ze 5 keer of 6 keer landskampioen zijn. Maakt me niet uit. We gaan er gewoon lekker voor met z'n allen. Heel veel succes ook. Dankjewel. Keepster Agnita Nauwe, hoe heb je naar deze wedstrijd toegeleefd? Eigenlijk heel relaxed. Ik ben net terug van een weekendje weg. Dus eigenlijk is het gewoon hetzelfde als elke andere wedstrijd. Nu heb je het voordeel dat je niks te verliezen hebt. Dus dan kan je alleen maar gaan voor een heel mooi resultaat natuurlijk. Heb je al eerder tegen Seestum gespeeld? Niet tegen het eerste volgens mij. Nee, niet tegen het eerste. Wel tegen het tweede. Die zaten vorig jaar bij ons in de competitie. Maar nog niet tegen het eerste. Dus ik ben benieuwd. Nu in de competitie krijg jij heel veel goals tegen. Hoe komt dat? Dat is altijd moeilijk. Ik bedoel, ik denk dat we verdedigen nog niet zo sterk staan. Ligt het aan de verdedigers? Nee, ik denk dat een teamtaak is. Maar het zijn ook heel veel persoonlijke fouten. Daar worden we wel een beetje moe van, zeg maar. En ik moet eerlijk zeggen, ik keep ook geen topseizoen. Dat krijg je wel aan je. Maar ja, zeker in deze wedstrijd kan je juist laten zien dat je er kan staan. En je hebt niks te verliezen. Dus dat zou heel mooi zijn dat je vandaag dan lekker kan keepen of voetballen. Als je dit wint, bij de laatste 8 toch? Ja, dit wint de laatste 8 en dan komen de Eredivisieclubs erbij. Ja, dan hoop je dat je een mooie tegenstander krijgt. Maar eerst maar even deze wedstrijd afwachten en de volle 110% ervoor gaan. En dan, voorzichtige voorspelling? Ik zei gisteren 1-1 en winnen met pingels. Ik hoop het voor je. Bij ons staan en liggen Mandy en Demi van der Heijden. Mandy, 11 gescoord. Jouw voetjes worden ingetaped. Wat is er? Ik heb in het verleden heb ik heel veel blessures gehad. Vooral aan mijn enkel. Dat is met tennis ook gebeurd. Waardoor het eigenlijk gewoon heel zwak is. Waardoor ik eigenlijk niet meer zonder tape kan voetballen. En een brace is te breed voor een schoen. Dus vandaar dat ik elke wedstrijd en training getaped word. Heb jij vandaag een speciale voorbereiding gehad? Nee, eigenlijk niet zoals altijd. Gewoon vroeg naar bed.
ontbijten en dan naar de club. Je hebt er dit seizoen 11 in liggen. Worden jouw voetjes vandaag weer goud waard? Ik hoop het. Ik zeg, we doen altijd elke wedstrijd ons best. Zeker met Linda. We kunnen elkaar heel goed vinden. We weten altijd precies waar we staan. En, of zij scoort, zo of ik. Demi, wat is jouw rol binnen het elftal? Ja, ik probeer middenveld een beetje de spits aan te spelen en hopen dat ze dan kunnen scoren. Oefenen jullie thuis ook? Nee. Thuis is gewoon thuis en op de voetbal oefenen. En heb jij ook een speciale voorbereiding? Word jij zo ook nog getaped? Nee, ik net zoals Mandy gewoon lekker op tijd naar bed en dan lekker ontbijten en dan naar de club. Ik heb verder niks anders te doen. Ik ga jullie allebei vragen, wat wordt het? Ja, ik hoop 2-1 voor ons. Ik hoop dat ook eigenlijk, ja. We gaan met jullie meekijken en wij hopen het ook. Dankjewel. Op het veld, John Kersenhout van Seestum, de trainer. John, hoe heb jij naar deze wedstrijd toegeleefd? Nou, ik moet zeggen, we zijn al 2 weken uitgespeeld uit de competitie. Ja, dan moet je toch nog even de spelers een beetje scherp houden. Je merkt wel dat iedereen zo'n beetje in de vakantiemodus begint te geraken. Ja, en om dan die batterij opgeladen te laten, dat vergt nog best wel wat aandacht, zeg maar. Ben je deze week dus druk geweest om die meiden op te peppen? Ja, we hebben al het maximale eruit proberen te halen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden bij deze wedstrijd. Maar ja, het is als ik zeg, je merkt gewoon dat iedereen wel een beetje op zijn tandvlees begint te lopen. En dat het wel even bijna even goed zo is om straks wel even wat rust te nemen. Is jouw groep fit? Ja, ik heb een fitte groep. Ja, ik moet zeggen dat ik wel wat speelsters mis, maar dat heeft meer te maken met andere omstandigheden, die privéomstandigheden van speelsters. Maar over het algemeen weten ze wel altijd wel fit te houden. Ja. Jullie zijn natuurlijk een topclub, hè? 10 keer landskampioen, Supercup, Europees gespeeld. Leeft dat ook bij die meiden? Van, ja, wij zijn misschien wel ja, toch wel de grotere of ja, de Goliath en we gaan tegen David, want bekervoetbal is altijd weer anders. Hoe zie jij dat? Wij zullen elke tegenstander even serieus benaderen op welk niveau ze ook spelen. En niet omdat wij zo'n rijk verleden hebben. Dat zegt niks over wat er vandaag de dag allemaal wel niet kan gebeuren op zo'n veld, in zo'n wedstrijd. Je merkt dat de ontwikkeling in het vrouwenvoetbal enorm aan het toenemen is. Hè. Dat zie je ook in het betaald voetbal, ook zo bij de mannen. Dat de kleintjes die blijven niet klein meer, die worden ook groter. En ik denk voor de evolutie van het voetbal dat wel een goede stap is. Jij hebt ook nog 1 of 2 spelers die betaald voetbal hebben gespeeld? We hebben een aantal spelers hier rondlopen die inderdaad bij FC Utrecht vrouwen hebben gespeeld. Onder andere ook ex-internationals. Alleen, ja goed, elke wedstrijd is anders. Ja, en ik weet zeker dat de tegenstander, die hoef je niet extra te motiveren om tegen dat soort spelers te gaan voetballen. Ja, eigenlijk een laatste vraag. Hoe schat jij de kansen in? Ik hoop natuurlijk ten eerste op een hele mooie wedstrijd. Ik ben echt een pure voetbalfan. En natuurlijk hoop ik dat Seestum vandaag aan het langste eind zal trekken. Anders zou ik deze rit ook niet hoeven te maken hier naartoe vanuit Seest. Ja, kansen inschatten. Ja, ik denk dat ik eerst even de wedstrijd moet aanzien hoe het gaat, hoe het loopt. En dan kan ik denk een iets betere indicatie geven. Dus. We hopen met jou op een mooie wedstrijd. Dankjewel. Dankjewel. De trainersduo van toch wel de succesvolle dames van SSS, Bram Franke en Nasser Abdallah. Bram, hoe heb jij naar deze wedstrijd toe geleefd? Relaxed eigenlijk. In principe hebben we niks te verliezen. Dus het is een bekerwedstrijd, dus je gaat of door en we spelen tegen een sterke tegenstander. Dus in principe kan je alleen maar winnen. Dus lekker relaxed. Het is jouw eerste seizoen hier. Hoe bevalt het tot dusver? Het bevalt goed. Leuke groep, leergierige groep. Dus goed naar mijn zin. Heb jij hiervoor ook dames getraind? Ik ben vorig jaar halverwege ingestroomd een beetje om mee te kijken bij de vorige trainster en dit jaar gebleven. Dus een beetje ervaring, maar ook nog niet heel veel. Nasser, voor jou ook het eerste jaar hier. Hoe bevalt het jou? Ja, tot nu toe goed. Alles goed geregeld? Alles is al top geregeld eigenlijk. Randzaak is allemaal top geregeld. We staan niet lekker in het competitie. Hoe komt dat? Nieuwe manier van voetballen. Wij willen graag voetballen en in combinatie met willen voetballen en concurrentie die ze nu hebben,
ja, dan slaapt een beetje onrust in die meiden. En dan doen ze alsof ze niet kunnen meer voetballen. Dus dan moet even eruit halen, tweede helft. Nou is mij opgevallen, terwijl ik mijn huiswerk deed, dat vooral de achterhoede, dat jullie toch wat goals tegenkregen. Is dat ook een gevolg van de nieuwe manier van voetballen? Ja, ook dat. Maar vorig jaar hebben ze al heel veel doelpunten tegengekregen. En dat, ja, daar moeten we even kijken hoe we het gaan oplossen. Je spitsen zijn wel fit. Ze mogen fitter worden. Bram, jouw voorspelling? 2-1 voor ons, hoop ik. Nasser, ook aan jou? Ik zeg 3-1. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel. Rowena Blankenstein, aanvoerder van Seestem. Hoe kijk jij naar deze wedstrijd? Ja, het is altijd een leuke wedstrijd. Vlak voordat je tegen, als je doorgaat, tegen een BVO komt. Dus dat maakt het helemaal leuk, vooral voor de club ook. Jij bent aanvoerster. Hoe lang zit jij al bij Seestem? Ik zit nu voor mijn derde jaar hier. Heb je ook bij een BVO gespeeld? Ja, ik heb bij FC Utrecht gespeeld. En dat, die samenwerking die is gestopt, of Utrecht is gestopt, klopt dat? Ja, Utrecht is gestopt en ja, dat ging gewoon niet langer. Financieel ging het wel gewoon niet meer haalbaar en ja, dan houdt het op, helaas. Hoe komt het dat jullie zo succesvol zijn? Ja, we hebben een goed team en... Geen toverdrankje? Nee, geen toverdrankje, nee. Gewoon iedereen doet stinkend zijn best en ja... Als je heel lang met elkaar voetbalt, dan kan je elkaar ook heel goed vinden. Dus, Jullie waren al even klaar. Hoe hebben jullie toch kunnen opladen voor deze wedstrijd? Ja, op zich. We zouden sowieso wel even doorgaan. Dus ja, een wedstrijdje erbij is dan altijd leuk. Durf je een uitspraak te doen wat vandaag wordt? Ja, ik ga altijd voor winst voor Seestem natuurlijk. Maar hoeveel, dat weet ik niet. Ik wens succes. Ja, jij bedankt. Let's go.
Bij ons op het veld staat Tol van der Sluis. Tol van der Sluis, wat doe jij bij de dames van SSS? Ja, wat doe ik bij de dames van SSS? Ik ben een aantal jaar geleden gekomen. Toen had ik op een gegeven moment drie dochters hier voetballen. En mijn oudste dochter die zat in de selectie dames 1-2. En ik ben toen coach geworden van dames 2. Mijn jongste dochters die speelden vanaf de F al hier zo. Dus daar werd ik ook coach. En ja, toen kwam van het een naar het ander. We gingen met het bedrijf, werden we hier hoofdsponsor van de dames. Waar we echt super veel plezier mee hebben met de dames. En eigenlijk ben ik hier het aanspreekpunt voor de dames, zeg maar. Om waar ze er ei kwijt kunnen. En ben ik altijd lekker in touw met de dames. Heb jij van de week aparte gesprekken nog met de meiden gehad over deze wedstrijd? Dat ze je belden van, joh Ton, ik zit een beetje met spanning. Of hoe moet ik dat aanpakken? Of wat denk jij ervan dat ze even hun ei kwijt wilden? Ja, dat heb ik altijd wel. Of het is via de WhatsApp of het is voor een telefoongesprek. En ik heb zelfs een van de dames bij mij op kantoor zitten. Dus dan gaat de hele dag bekant over voetbal. Dus maar ja, weet je, dat zijn wel momenten van de meiden eventjes rij kwijt willen. Van en even de rust krijgen om naar deze wedstrijd toe te gaan leven. Zie jij deze wedstrijd als David tegen Goliath? Nee, dat zie ik niet. Kijk, we hebben niks te verliezen als SSS zijnde voor deze wedstrijd. We zijn heel leuk een ronde verder gekomen, wat was ook al boven verwachting. En ja, weet je, zo'n wedstrijd is altijd op zich. Dat hebben we van de week bij Feyenoord gezien tegen Willem II. Ja, het is altijd een wedstrijd op zich, dus ook de kleinere die hebben hier zo kansen, zeg maar. En als je gewoon met z'n allen gefocust bent en allemaal zin hebt in zo'n wedstrijd en er 100% voor gaat, het liefst 200%, dan gaat dat zeker goed komen. Dan moet dat. Zou dat de kroon zijn eigenlijk als je vandaag wint tegen Seestem, de tienvoudig landskampioen? Zou dat de kroon zijn op het 20-jarig jubileum eigenlijk voor de club met damesvoetbal? Nou zeker, natuurlijk is het dan een kroon. Want hierna ga je tegen een BVO voetballen. Misschien, als je er eentje loopt. Ja, die kansen zitten er dan in. Ja, dat zou voor zo'n club als SSS natuurlijk geweldig zijn, natuurlijk zo hard. Dankjewel en veel succes, Ton. Ja, dankjewel.
Go on.
Wat een spectaculaire wedstrijd. En het was ook niet moeilijk wie wij de woman of the match moeten maken. Agnita Nouwen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoeveel penalties heb je gestopt? 3. En in de wedstrijd? Eentje in de wedstrijd, 2 in de serie. Toch? Ja. Klopt. Ja. Als jij die niet gepakt had in de slotminuten, dan had je 3-4 achter gestaan. Ja. En nu ben jij de grote held. Ja, ja, weet je, je staat ervoor en het is natuurlijk gewoon een loterij. En dat is leuk als je hem pakt. Je zag aan dat ze in die ook ging schieten. Rechtspoot doet dat meestal. Dus ja, ik ben blij. Heel erg blij. Nou, de laatste 8. Ja, spannend. Ja, dat is bizar. Ja, dat is echt, in de competitie gaat het echt niet lekker. En dan is dit echt zo heerlijk voor de winststop. Ja, voor de winststop. Echt, het is echt de verdienste van de club of van het team. 2015 kan niet meer stuk zo? Nee, 2015 kan niet meer stuk. Nee, echt niet. Zeker niet op sportief gebied. Nee. Nou, we hebben de handbaldames, die hebben gisteren een dansje gedaan. Dus jij mag nu naar de kleedkamer gaan en dan komen wij zo het dansje van jullie doen. Oké? Okay? Jullie dat dansje voor ons doen? Nee, jullie dat dansje voor ons en wij komen het filmen, oké? Okay? Ja, en wil je dat met kleding of zonder kleding? Met kleding mag. Oké, okay, nee, dat is goed. Ik ga het regelen. Ga lekker genieten. Gaat zeker goed komen, bedankt. En nogmaals gefeliciteerd. Ja. Petra van Haren, jouw eerste jaar bij SSS en dan gelijk dit. Nou, wat een jaar, hè? Het is echt ongelooflijk. Ja. Hoe vind je dat met het damesvoetbal? Het was in het begin even wennen. Het is echt heel anders dan herenvoetbal. Maar dank je. Ik heb het echt super naar mijn zin. En de meiden zijn echt fantastisch. En ja, dit soort dingen maakt het alleen maar leuker natuurlijk. Dan weet ik dat jij een Feyenoorder bent. Die hebben geen vrouwenvoetbal. Wie hoop jij? Ik hoop dat we de vrouwen van Twente loten. Waarom? Omdat ik dat echt een fantastisch damesteam vind. Ik heb ze zien spelen tegen Barcelona. En ja, dat zou me wel leuk lijken om daar nou tegen te loten. 2015 met de dames van SSS voor jou geslaagd? Absoluut. Ja, heeft een heel goed einde gebracht. 2016, wat hoop je? Ik hoop dat we ons handhaven in de hoofdklasse. Dat zou een mooie zijn. En na Twente nog een ronde verder in de beker? Dat zou helemaal super zijn. Maar laten we maar niet zo ver vooruit kijken. Geniet ervan. Ja, dank je. Jamie en Linda. Wat een wedstrijd. Ja, wat een wedstrijd kan je wel zeggen, ja. Spannend. Echt heel spannend. Helaas niet gescoord? Nee, maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit wie ze maakt als we ze maar maken. En 3 punten zijn in Kaswaal, dus dat is goed. Nu de laatste 8. Jamie, jij maakt toch een hele belangrijke penalty, hè? Ja, klopt. Ik ben er normaal nooit zo van, hoor. Maar... Toen je naar de stip toe liep, hoe voelde dat? Ja, verschrikkelijk. Ik vind het helemaal niks. Ik probeer altijd zo lang mogelijk uitstellen dat ik niet hoef. Maar ja, helaas kwam ik aan de beurt. Maar ja, gelukkig scoor ik. En je schoot hem knap binnen. Dank u wel. Dames, ga lekker genieten en we zien jullie zo dansen voor ons. Ja, dat is goed hoor. Komt goed. Bedankt. Mandy van der Heijden, coachje gemaakt. Ja, gelukkig wel. De 2-2. En we stonden 2-8. Het is altijd belangrijk om dan de 2-2 te maken. En dan gaan we doorzetten. Helaas komt de 3-2. Penalty tegen. Die pak Agnita gewoon uitstekend, waardoor wij de 3-3 kunnen maken. En nu met penalties afmaken. Ja, dat is een geweldig gevoel. Had je dit van tevoren gedacht? Nee, om eerlijk te zijn niet. We zitten een beetje in een mindere fase van het seizoen. En nu tegen een topklasse te spelen en om zo prestaties te leveren, ja, dat is eigenlijk allemaal alleen maar een boost voor de tweede helft van het seizoen. Welke club hoop je te treffen in de volgende ronde? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop gewoon een eredivisie club, maar we zien het wel. Ga maar lekker een feest vieren met je meiden. Gaan we doen, dankjewel. Jij bedankt. Janine van Dalen, wat een wedstrijd heb jij gespeeld? Dankjewel. Je was echt overal, hè? Ja, ik was echt overal, ja. Ben je stuk? Ja, ik ben wel moe. Ja, maar goed. Maar het hele team heeft echt een fantastische prestatie geleverd, toch? Ja, klopt. We hebben tot de laatste minuut geknokt. Tot aan de penalties eigenlijk, ja. Hoe ga jij je keeper bedanken? Mijn keeper ga ik bedanken? Ja, ik denk dat ik zo in de kleedkamer even een rondje ga geven, denk ik, of zo. Ik weet het nog niet. Hoogtepunt in 2015 voor je? Ja, denk ik wel, ja. Nu de laatste 8. Wie hoop je? Want de BVO's komen er nu bij. Ja, weet niet. Ik denk dat we alles wel aan kunnen. Zullen we daar maar vanuit uitgaan? Oké, ga lekker genieten. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Jonik Bonnes, voormalig speler van FC Utrecht. Nu in Klaaswaal. De wedstrijd met 2 gezichten voor jou. Ja, dat klopt. We kwamen hier om de winst te behalen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is even zuur. Na de 1-0 achterstand maak jij de 1-1. Dan krijg je later, mag je een penalty nemen in een van de laatste minuten. En wat dan? Ja, dat ging niet goed.
dat zijn helaas de minder leuke momenten van het voetballen. Maar het hoort er ook helaas bij. Dus, Had jij toen al zoiets van, dit gaat nog donders lastig worden met als wij nu penalties gaan nemen? Zeker, maar dat had ik eigenlijk al in het begin. Gewoon de start en elke wedstrijd, als we nu de laatste weken kijken, wij draaien niet optimaal op het moment. En ook deze wedstrijd moeten we gewoon weer volle bak aan de slag eigenlijk om resultaten te halen. Dus ik vind eigenlijk dat we dat eigenlijk de hele wedstrijd, penalties, maar ook de hele wedstrijd gewoon hard moesten werken om ons doel te halen eigenlijk. Vorig jaar werden jullie landskampioen voor de 10e keer. Ja. Is er zoveel veranderd bij jullie in het team? Er zijn wel wat wijzigingen met spelers. En ik denk dat het altijd wel lastig is als je vorig jaar kampioen wordt om dat dit jaar weer te evenaren. Maar misschien nu even een dipje, maar wat mij betreft starten we in januari gewoon weer volle bak. En willen we gewoon voor de eerste plekken mee gaan draaien. Veel succes in 2016. Dankjewel. Trainer, verliezend trainer. Ja, hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Een hele bijzondere wedstrijd eigenlijk. Als je al zo vroeg in de wedstrijd al met z'n tienen komt te staan. Je moet al door en je komt eens een keer 1-0 achter. Vervolgens knok je je terug naar de voorsprong. En in de tweede helft weet je dat spel toch wel vast te houden. Alleen je maakt het niet af op de beslissende momenten. Ja, dan is het heel erg jammer dat je dat uiteindelijk dat je daar met lege handen komt te staan. En je hebt 3 keer voorgestaan. Wat was voor jou, behalve de rode kaart, het breekpunt? Ja, nou, we hebben niet 3 keer voorgestaan, want we kwamen zelfs 1-0 achter. Toen we met z'n tienen stonden. Toen kwamen we gelijk en toen kwamen we voor. Dus, breekpunt. Ik zeg van ja, de rol van de scheidsrechter vond ik nogal erg bijzonder vandaag. Moet je afvragen van als een speelster valt, is dat dan ook inderdaad direct rood? Hè? Kennelijk wel naar zijn oordeel. Was zij de laatste vrouw? Zij was op dat moment wel als enige betrokken in die situatie. Alleen hij oordeelt als een overtreding. Ja. En wij zagen dat anders. En zo kort voor tijd krijg je de kans om met 3-4 hier richting Zeist te gaan. En dan gaat het toch mis. Hoe kan dat? De keeper die pakt de bal goed. Zeggen van, de bal is misschien niet helemaal sterk in de hoek geplaatst. Dan zie je op dat moment wel even, zie je de bijl een beetje hangen. Van ja, als het zo gaat, dan past het wel een beetje in het beeld van de wedstrijd. En dan weet je dat het nog wel eens lastig kan worden. Nou, dat is gebleken. En nu kerst gaan vieren. Ga je met een rotgevoel de kerst in? Rotgevoel. Ik vind dat je wat dat betreft, als je kijkt, ik ben best wel een tijdje actief in het voetbal. En dan weet je, daar hoort winnen bij, daar hoort verliezen bij. Afgelopen seizoen word je landskampioen in de topklasse. En vier je successen, het seizoen erop, dan ben je weer bezig weer met bouwen. Nieuwe speeltjes weer inpassen, wisselingen in het team. Ook dat is toch wel Seestem eigen. Toch weer opnieuw bouwen, speelsters ontwikkelen, klaarstomen, weer voor de top. Dus die rol denk ik dat we nu nog steeds heel goed vervullen. Alleen we willen wel altijd gaan voor de hoogste prijs. En dat lukt niet altijd. En zo realistisch zijn we wel. Veel succes in 2016. Dankjewel. Ezra Matthijssen. Ja. Jij scoort een penalty, de 3-3. En ik mis er één. Gebeurt het vaak, hè? Nou, normaal neem ik eigenlijk nooit penalties, maar ik mocht hem nu nemen. En ik dacht, de eerste scoorde ik, dus de tweede ook, maar dat ging niet zoals het hoorde. En wat dacht jij toen jij op keeper al die andere penalties tegenhield? Ja, toen was ik heel blij om zacht uit te trekken. Ja, ik was echt heel blij. Het was heel spannend. Wie hoop jij te treffen? Sorry? Wie hoop jij de volgende ronde te treffen? In ieder geval een Eredivisie club. Lijkt me wel leuk om tegen te spelen. Heb je nog een voorkeur? Nee, eigenlijk niet. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind het allemaal wel leuk. 2015 voor jou geslaagd? Ja, voor vandaag wel. Veel succes in 2016. Is goed, dankjewel. Draag de kleren uit! Kampioen! Hey, 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 hey! Nasser, hoe voel jij je? Ja, voor mezelf. Heerlijk, ik voel me heerlijk.
wel een beetje gestolen, maar wel lekker. Ja, die penalty die je krijgen was een cadeautje. Andere kant krijg je hem tegen. Was ook een cadeautje. Maar dan nog, was toch drie keer teruggekomen. Ja, dat is toch sterk. Ja. En jouw keepster? Ze doen het goed. Vier maar we penalties. Trainen er elke donderdag op. Elke donderdag. Minimaal 8 penalties. Ja. Ik vind het echt zo knap. Het is ons ook opgevallen dat het vrouwenvoetbal is fysiek ook best wel aardig. Dat klopt. Ik dacht ook al dat het mietjesvoetbal was. Totdat ik die WK ging kijken. Toen zag ik ze allemaal elkaar schoppen en trekken en weet ik veel wat ze aan doen zijn. Dus best wel fysiek, ja. Wie heb jij in de volgende ronde? Ja, ze willen Ajax, maar PSV zou ook wel lekker zijn. Ga maar lekker even genieten met de meiden. Dankjewel. Jongens, ja, een keer dansen. Dans maar een keer. Ja, de trainer onder de douche bij kleren. Ja.